Het visserscollectief onder leiding van Willem Mohamed Hussein wil dat de regering informatie verstrekt over het uitbaggeren van de Suriname rivier. Dit brachten ze gisteren naar voren tijdens een vergadering die is gehouden in Nieuw-Amsterdam. De vissers vinden dat de regering niet optimaal communiceert met de groep. Het uitbaggeren van de rivier kan namelijk grote gevolgen met zich meebrengen. Een van de gevolgen kan zijn dat de vissers minder vis zullen vangen indien de bodemgesteldheid verandert. Dat zegt een van de vissers en NDP-parlementariër Rajiv Ramzahai. Het belangrijkste is dat de vissers willen weten eigenlijk wat er gaat gebeuren. Want we hebben begrepen dat men 150 meter om 150 meter, hou me ten goede, dat is de informatie die de vissers hebben gekregen vanuit de vaargeul, zullen baggeren. En dat wil zeggen dat heel wat van de vissers, die de vuikvisserij beoefenen, eigenlijk niet gaan kunnen werken. Ze gaan niet kunnen vissen en ze willen dan eigenlijk weten wat er gaat gebeuren, wat de overheid dan zal doen, want ze kunnen niet broodeloos thuis blijven zitten. U zegt er is weinig toevoer aan informatie, maar u maakt zelf ook delen uit van de regering. Hoe komt dat dan dat u zelf ook niet bent geïnformeerd? Nou, ik heb de informatie wel. Ik heb de informatie voor mezelf. Maar het gaat hier om de vissers zelf. En u weet dat de vissers graag eigenlijk niet uit informele bronnen informatie willen vernemen. Maar direct vanuit de regering of de instanties die betrokken zijn bij dit project. Ramzahai vindt dat de regering wel rekening moet houden met de vissers die bijna hun hele leven vissen en de rivier dus ook heel goed kennen. De meeste vissers zijn Guyanezen en in eigen land weten ze dat wanneer rivieren uitgebaggerd worden, vissen wegtrekken, zegt Ramzahai. Als er is bewezen in Guyana dat nadat ze een van de rivieren hebben gebaggerd, dat men eigenlijk nooit meer een visserij daar heeft kunnen doen, is er wel reden tot bezorgdheid. Want de onderzoeksinstanties moeten de vissers ook komen uitleggen wat er gaat gebeuren. Er zijn diverse organisaties eigenlijk die gebruik maken van de Suriname rivier. Je hebt de veerboothouders bijvoorbeeld, je hebt de vuikvissers, maar je hebt ook de andere vissers die binnenvaren met hun boot. Ondernemer en parlementariër Rajiv Ramzahai gisteren tijdens de vergadering van het visserscollectief. De vissers willen dat de regering hen informeert over het uitbaggeren van de Suriname rivier.